Salam is een jonge vrouw van 20 jaar. Ze komt van oorsprong uit Soudaan. Samen met haar ouders, broer en zussen is zij tien jaar geleden naar Nederland verhuisd. Salam is al verschillende keren op het spreekuur van de huisarts gekomen, met terugkerende urineweginfecties. Ook heeft ze wel eens genoemd dat zij hevige pijn heeft rondom haar menstruatie. Tot nu toe heeft de huisarts niet gedacht aan een samenhang met een mogelijke besnijdenis. Ook omdat Salam en haar moeder dit nooit hebben genoemd. Nu overweegt de huisarts deze mogelijkheid wel serieus. Kan een terugkerende urineweginfectie inderdaad samenhangen met een besnijdenis? En hoe maakt de huisarts dit gevoelige onderwerp bespreekbaar? Salam is nu 25. Ze is twee jaar geleden getrouwd en nu zes maanden zwanger van haar eerste kind. Haar verloskundige merkt op dat Salam zich zorgen maakt over de bevalling. Ze vertelt over lange, moeizame en pijnlijke bevallingen van haar moeder, tantes en oma. Ze is bang dat ook zij een hele pijnlijke bevalling tegemoet gaat. En loopt haar kind mogelijk ook gevaar? Hoe kan de verloskundige haar geruststellen en voorbereiden op de bevalling? Hoe brengt zij de mogelijkheid van defibulatie ter sprake? En kan zij dat eigenlijk zelf? Of moet zij dan doorverwijzen naar een gynaecoloog? Salam is bevallen van een gezonde dochter. De verloskundige had al eens gevraagd hoe ze dacht over een besnijdenis van haar dochter. Salam twijfelt. Ze weet dat het in Nederland niet mag. Ook weet ze nog niet hoe haar man erover denkt. Want alle vrouwen in haar en zijn familie zijn besneden. Hoe moet ze aan hun vertellen dat hun dochter niet besneden gaat worden? Ze kan toch niet breken met deze lange traditie? De jeugdverpleegkundige is al een keer op huisbezoek geweest. En binnenkort gaat Salam voor het eerst met haar dochter naar het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige heeft in het verslag van de verloskundige gelezen dat Salam twijfelt over een mogelijke besnijdenis. Salam worstelt met de verwachtingen van haar familie. Hoe gaat de jeugdverpleegkundige dit gesprek aan met Salam? Hoe brengt zij in beeld hoe reëel het risico is op besnijdenis? Met wie kan zij dit afstemmen? Salam is nu 40. Ze heeft drie kinderen op de wereld gezet. Haar dochters zijn niet besneden. Ze heeft dit goed kunnen uitleggen aan de familie van haar man en haar eigen familie. Met haar eigen besnijdenis heeft Salaam steeds meer moeite. Ze heeft het gevoel dat er iets van haar is afgenomen. Ook ervaart ze de laatste tijd geen plezier meer in seks met haar echtgenoot. Eigenlijk heeft ze dit nooit echt prettig gevonden. Ze vindt het pijnlijk en ervaart nauwelijks opwinding. Haar man vindt het moeilijk dat Salam eigenlijk niet meer met hem wil vrijen. Dit levert steeds meer spanning op in hun huwelijk. Op aanraden en verwijzing van de huisarts maakt Salam een afspraak met een seksuoloog. Hoe verheldert de seksuoloog in hoeverre de ervaren klachten van Salam samenhangen met haar besnijdenis? Welke zorg kan zij Salam bieden? En is een reconstructieve operatie misschien een mogelijkheid? Is dat aan de seksuoloog om dit ter sprake te brengen? Om de zorg voor vrouwen die besneden zijn te optimaliseren, is interdisciplinaire samenwerking en afstemming noodzakelijk. Welke uitdagingen zijn er voor medische professionals in de zorg voor vrouwen met VGV? Besnijdenis bij vrouwen is een gevoelig thema om bespreekbaar te maken voor veel professionals en zeker ook voor vrouwen zelf. Verspreid door Nederland zijn sleutelpersonen VGV actief. Sleutelpersonen zijn mannen en vrouwen. Die komen uit landen waar VGV als traditie voorkomt. Wat is de meerwaarde van inzet van sleutelpersonen? Welke aanbevelingen hebben zij voor medici?